Ja, Sarina, de kijkcijfers heb je ongetwijfeld ook meegekregen. Welk gevoel krijg je daarbij? Ruim 2 miljoen, 2 keer? Nou, sowieso met de kijkcijfers is het natuurlijk fantastisch dat er zoveel mensen kijken. Het is ook fantastisch dat er zoveel mensen in het stadion zitten. En dat ze er een groot feest maken gedurende de dag al. En dan met z'n allen naar het stadion wandelen. Ja, dat is heel mooi mee te maken. En dat is, ja, wat wij willen is er ook een feest van maken. En dat begint met heel veel strijd leveren als team op het veld staan. En dan ook zo goed mogelijk voetballen. En dat is eigenlijk waar we dagelijks mee bezig zijn. Coach, hoe kijkt u naar het Belgisch elftal? Bent u verrast als ze het zo goed doen op dit toernooi? Nee, wij kennen de Belgen goed. Ik ben niet verrast, want de Belgen hebben altijd wel een enorme drive. En wat ik net zei, die zijn heel stug. Ik was wel verrast over de uitslag tegen Noorwegen, omdat Noorwegen natuurlijk ook een heel sterk land is. In bepaalde omstandigheden is een gelijkspel voor beide ploegen voldoende. Zullen jullie op dat moment wat aan het rekenen slaan en is een vriendendienst eventueel mogelijk? Die vraag stel je aan mij? Ja. Oké. Nou, wij gaan voor de winst. En zo gaan we de wedstrijd in. En zo zal België de wedstrijd ook ingaan, verwacht ik. Wij zijn niet aan het rekenen. En natuurlijk zijn er scenario's, dat beseffen wij ons goed. Maar volgens mij is dat niet de juiste manier om een wedstrijd in te gaan. En wat ik net zei, wij gaan voor ons beste spel met veel strijd. En ons team? We hebben in de twee voorbije wedstrijden 2 keer een verschillend België aan het werk gezien. Hoe verwacht je de Red Flames voor de wedstrijd van morgen? Wat ik van ze verwacht? Ja, ik verwacht een hele stugge tegenstander. Die heel gedisciplineerd zullen spelen. En ja, we weten allemaal dat België een hele gevaarlijke aanval heeft.